Woensdagavond was de 14e editie van de Nijmeegse Bruggenloop. De lopers van de 10 kilometer begonnen om 7 uur vanaf de Grote Markt. Om 7:15 begonnen de lopers voor de 6,3 kilometer. Het parcours voor de 10 kilometer bestond uit 5 Nijmeegse bruggen en die van de 6 kilometer uit 3 bruggen. De Bruggenloop wordt georganiseerd door de stichting 024 Sport, die mensen op een laagdrempelige manier wil laten meedoen aan sportactiviteiten.